29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the ring. En? Ja, we hebben een gebakje bij de koffie. Het is al wel eens wat, maar waarom een gebakje? Nou, ik zeg al, het is vandaag de 25e september. En als mijn mannetje nog had geleefd, had ik vandaag 15 jaar getrouwd kunnen zijn. Ja. Maar dat heeft onze liefdallige Marianne gedaan. En ik zie er niet uit. Nou, en ik zie ik er dan uit. Beter als ik. Nou, nee. Afgelopen week, ik heb de hele week in mijn pyjama gezeten. Was gisteren pas weer voor het eerst in mijn kleding. Ja. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see. Ja, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestable. Ja, ja, we zijn weer op maandag aanbeland. En het is vandaag de 25e van de 9e 2023. En? Ja, we hebben een gebakje bij de koffie. Het is al wel eens waar wat, maar waarom een gebakje? Nou, ik zeg al, het is vandaag de 25e september. En als mijn mannetje nog had geleefd, had ik vandaag 15 jaar getrouwd kunnen zijn. Ja. Helaas is dat niet waar. Sky is even de hort op. Die mocht zomaar even komen bij Patrick om spullen te halen. Ja, nou, hij gaat eerst het belangrijkste voor hem ophalen en dan komt er iets op dat kastje van mijn gedenkhoekje te staan. En ja, dat is zijn papa. Ja, die is er ook niet meer. Dus ja, we zitten nog wel hier met Chelsea en die moet leren luisteren. Ah ja, dat ben ik. Ja. Ik zie een heks op een bezem. Wel geweldig hoor. Ja. Het is een windwijzer. Ik zal jullie ook even laten zien. Het wordt een windwijzer. Het is een windwijzer. Het is een windwijzer. Ik ga even één scannen. Ja, leuk. Nou ja, zoals jullie zien is Willy immers ook. Omdat het is maandag. Ja. Of niet dan Willy? Ja, schoonmaken hè. Ja. 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 En dus. Ja. Nou, en daar lag een gebakje op. Ja, en dat gaan we weer opruimen. En dan moeten we Sky ook nog van alles en nog wat leren. Ja, de troep opruimen. Want ik kwam beneden en toen lag de bank. Daar lag nog een dekbed op en de kussen lag erop. In plaats dat het boven wordt gebracht. Nee, het lag er allemaal nog een beetje. Hoe doe je dat? Dus, daar ligt mijn grote meid. Hé, Elwin. En daar ligt mijn kleine meid, Rijka. Oh. En onze gasthond, Chelsea. Hé, ja nou. Leuk. Kom eens hier met die dikke kop. Ja, ze kan lief zijn, heel erg lief. Maar ze is ook zo wild. En daar is ze jong voor. Hoe jong is ze dan? 15 maanden net geweest. Ja, hallo. Ja? En ze was gisteren zo ziek. Hé, ja, gussie. Oh, gussie. Hé, ja, je bent... Je kan wel lief zijn, als je maar wilt, hè. Ja. Ja. We gaan even naar boven, schoonmaken. Het laken op mijn bed is eigenlijk schoon, maar dat staafje wat op mijn bed lag nou op de dressoir, ja, is van Rijka. Ik weet niet of zij hem al op hebt, maar zij lag onder de onderbed. Zij lag dus onderbed ermee. Ik weet niet of ze hem op hebt, want dan moet hij er nog leggen. Hey. Dat gaat niet. Dat mag niet, hè? Foei. Ja, lief zijn. Zit. En luister, hè?
luisteren. Ja? Maar in ieder geval, dat schaafje van Rijker ligt dus nu op de dressoir, maar er ligt wel krummeltjes, et cetera. Laat mijn kopje nou maar staan, schat. En jouw kopje ook, want je weet niet wat je straks wilt. Ja, dat blikje moet omgespoeld worden als die leeg is en dan gaat het in de kraan. Nee, is nog niet leeg. Dus, ja, reclame mogen we niet maken, althans we worden niet gesponsord. Zo, hè, wat? Ik zeg, reclame mogen we niet maken, althans we worden niet gesponsord, dan moeten we dat erbij zeggen. En dat is ook zo, ik word niet gesponsord, hè. Nee, is zo erg, ik word niet gesponsord door niemand, niet. Nee, dat is erg hoor, dat is bizar. Ja. Wat doe je? Ik schrik mijn hoedje. Nee hoor, moet je niet doen. Kribbelde, 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 lekker hè. Uit de vuilniszak. Ik zal kijken. Ik moet naar vuilniszakken zoeken. Dus ja, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, jullie zien, de bank is nog steeds leeg, want Sky is met Chelsea, Dortop. Nou, lekker even rustig. Mijn meisjes zijn ook lekker rustig. We hebben weer een bakje koffie gehad. Ook Rijker, de koppie is bij de oogjes, maar dat kunnen we niet zien, want die ligt ook lekker. Maar dat heeft onze lieftallige Marianne gedaan. En ik zie er niet uit. Nou, en ik zie ik er dan uit. Beter dan ziek. Nou, nee. Afgelopen week, ik heb de hele week in mijn pyjama gezeten. Ik was gisteren pas weer voor het eerst in mijn kleding, ja. Oké. Was het gebakje trouwens lekker? Ja, heerlijk. Mooi. En de koffie? Ook lekker. Mooi, ben ik blij mee. Ook lekker. Mooi. En jij zit te hangen met je film. Ja, moet ook even gebeuren. Moet het gebeuren? Ah, wat heeft gedaan? Niks. Het ziet er inderdaad niet uit. Vlekken nee, op je shirt. Ik heb gewerkt thuis, schat. En wat is dat? Of weet ik het? Niks. Ja, gooi het op de schone vloer. Ja, tuurlijk. Die is net gestofzogen, hoor. Potverdikkie. Kruimeltje van de koek. Ah. Maar het was lekker. Ja, was lekker. Mooi. Nou, daar ben ik blij om. Ja, precies. Toch nog weer een goede daad gedaan. Ja, natuurlijk. Ik krijg een kaart twee keer. Ja, wie komt er dan ook zo met dit weer? Ja, omdat ik de hele dag gewerkt heb. Ja, maar dan weet je toch wel dat het koud is ook. Ja. Dus ja. Ik ga naar huis. Ik ga het warm zo doen. Doe je goed. Ja, en ik ben toch even geweest. Ja, zo is dat. Ja, ik ga ervan. Nou, lieve vriend, ik zou zeggen, tot later. Ik ga straks aan het werk voor de computer. Ja, moet ook weer gebeuren. En dus, nou, ik zou zeggen, tot later. Ja, ons Sky gaat slapen. Ja. Ik ga lekker slapen. Samen met Chelsea. Die legt de kop dan weer bij de elf. Die denkt ook, bekijk het maar, ik red me wel. Ja. Lekker boekie. Slapen. En maatje. Ja. En andere dames die liggen daar. En ik ben nog aan het werk, maar de vlog is nog niet af. Helaas, dat komt morgen wel. Dat is opgeslagen. Ik moet het nog wel sluiten, maar wel opgeslagen. Dus, lieve Sky, lieve schat, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gaan we best doen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Zeker weten, daar gaan we iedere dag voor. En dan zeg ik altijd, ja, en God houdt over ons allen de wacht, of niet dan? Ja, ja. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!